Yo kijkers van ShadowGames23, ik ben Ronald en vandaag heb ik voor jullie de allereerste episode van mijn Pokémon Platinum Nuzlocke playthrough. En ja, in deze episode gaan wij hopelijk door dat hele tutorial beginstuk heen lopen, zeg maar. Ik heb altijd zo de pest aan, echt gewoon serieus. Maar yo kijkers van ShadowGames23, ik ben Ronald en vandaag heb ik voor jullie de allereerste episode van mijn Pokémon Platinum Nuzlocke playthrough. En ja, nu zullen vast heel veel mensen zoiets hebben: Ronald, wat de hel is Nuzlocke? Wel, dat is een soort Pokémon Challenge die je kunt spelen en dat maakt de hele game, zeg maar, een stuk spannender. En als je alle regeltjes daarvan wilt weten, dan moet je even in de playlist van mijn Pokémon Platinum Nuzlocke playthrough kijken. En dan moet je even episode 0 opzoeken. En daarin leg ik alles uit wat er, zeg maar, met Nuzlocke afspeelt. En maar goed, hopelijk gaan wij in deze episode door het hele beginstukje heen skippen. Want wel, ik heb altijd voor de pest aan zoveel geklets en oh mijn god. En ik ga proberen zoveel mogelijk tekst voor jullie te vertalen. Want wel, dat is een stuk makkelijker en het kan soms heel erg leuk uitpakken. Dus maar goed, eens even kijken wat voor Pokémon's hebben we hier allemaal. Oh mijn god, Chimchar en Piplup. En oh, dat is Napoleon. En even kijken, er komt er onder een keertje volgens mij. Ja, een Torterra, oké. Okay. En Pokémon Platinum is echt gewoon mijn favoriete Pokémon game. Sinds dat ik Pokémon ken. Hé, dit is Team Galactic. En ik heb hem ook, zeg maar, voor de DS. En ja, ik vind hem echt gewoon het chillste game überhaupt voor de DS die er ooit is geweest. En hey, dat is een van de raar Pokémon dingetje. Is dit niet Giratina? Ja, volgens mij is dat Giratina. Nou, weet ik veel. Het is echt zo lang geleden dat ik dat heb gespeeld. Echt niet normaal. Hé, daar hebben we Giratina. Hé, Mati. Hé, dood. Maar ik kan gewoon echt niet wachten om hiermee te gaan beginnen. En het is al zo lang dat ik gewoon een commentary van Pokémon wil maken. Mijn god, wil ik dit al lang. En nu eindelijk kan het. Maar goed, wij gaan beginnen met Pokémon Platinum Nuzlocke in 3, 2, 1... Let's go! En eens even kijken. Oh, wat is dit nou weer dan? Hallo daar! Het is zo leuk jou te ontmoeten. Wel, dat vind ik ook. Creepy stem. Welkom in de wereld van Pokémon. Oh, nou, bedankt voor de gastvrijheid. Hé, Mati, dat is oh, Rowan natuurlijk. Oh, hallo. Kan ik jou nou ook vergeten? Hoewel, iedereen noemt mij de Pokémon professor. Ja, daar heb ik geen boodschap aan. Voordat ik verder ga, is dit je allereerste adventure. Dat gaat jou helemaal niks af, jouw man. Als je advies nodig hebt, ben ik zeker in staat om jouw advies te geven. Wel, ik hoef geen advies van jou. Oké, dus ga maar weg. Nee, geen advies nodig. Goodbye. In deze wereld leven monsters, gevalletjes, stingy bobbers, genaamd Pokémons. Oké, leuk. Hier is een Pokéball. Nee, echt? Touch the button in de middel van de Pokéball als je wilt. Klik. Oh mijn god, is dat dan weer al? Oh god, dat is zo'n benerie volgens mij. Wij mensen leven naast Pokémon's als vrienden. Ik niet. Soms spelen wij met elkaar en andere tijden werken wij met elkaar. Oké, dat speel ik weer ook verkeerd opvatten, maar goed. Sommige mensen gebruiken hun Pokémon's om te battelen en om een band met hun op te bouwen. Oké, ik ga er niet op in. Wat ik doe, dat wil ik niet weten. Ik ontzoek Pokémon voor research, rotzooi. Oké, wel, dus je snijdt arme zielige Pokémon's open om ze te onderzoeken. Oké, aardig, allemaal. Oké. Wel dan. Ik mag hem niet. Ik mag die professors nooit in die Pokémon games. Ze zeuren altijd zo verschrikkelijk. Nu, waarom vertel je wat meer over jezelf? Wel, mijn moeder wil niet dat ik met vreemde, vieze oude mannen praat. Dus nee, dank je. Ben je een jongen of een meisje? Wel, kun je dat nou echt niet zien? Nou, ik zal even voor een opheldering zorgen. Oké, ik ben een jongen, oké? Ben ik een jongen? Ja, zeg ik toch. Yes. Ja, mijn god. Wat mijn naam is? Mijn naam is Piet. Ja, jongens, Piet, oké? Ja, Piet. Nee, oké, ik vul hem even in. Even kijken. Ronald. Oké, zo, oké.
Even de muiscursor. Dus je naam is Ronald. Dat zeg ik toch net, man. God, nonderdje. Ja, dat is inderdaad mijn naam, ja. Oké, zo, jij bent Ronald. Ja, Bens. Mijn... Die kerel is zo doof als de achterin van de varken, mijn god. Dat is een hele leuke naam. Ja, wat nou... En wat nou als ik... En wat nou als ik... Karel heette? Hoe zou je dan zeggen? Wat een kutnaam is dat? Ja, dan had ik zo gezegd van... Nou, ook niet lief. Nou ja. Goed, deze jongen hier. Ik geloof dat het je vriend is. Oh, oké. Ik heb hem nog nooit gezien. Wat is dit nou weer, Han? Wat mag zijn naam zijn? Dat heeft denk ik zijn moeder wel bepaald. Waarom moet ik dat doen? Waarom moet ik mijn vriend een naam geven? Ten eerste, als hij mijn vriend is, heeft hij al een naam. Ten tweede, je zegt niet... Hé, hoe heet jij? Ja, ik heet Sander. Ja, dat is een rotnaam. Jij heet vanaf nu... wat is een leuke naam? Karel. Jij heet vanaf nu Karel. En dan zeg je... Nou, is goed, is goed, is goed. Nou, wat zijn naam is. Ik mag hem echt een duimpje geven. Yeah, oh, dat is leuk. Even kijken. Ik heb een leuke naam. Alleen ik weet niet zeker of ik hem zal doen. Ja, we doen het gewoon. We noemen hem... K... Oh mijn god, ik moet even back. Ja, Karel noemen we hem. Maar gewoon een faal. Karel. Karel. Jee, Karel. Dat is de naam die ik altijd voor alles gebruik. Ook voor Minecraft mobs en zo. Wat ben je nou? Kareltje ook altijd. Ja, gewoon Karel. Ja, hij heet Karel. Ja, zeg ik toch. Wat is die kerel traag van begrip, mijn god. Oké, Ronald, de tijd is gekomen. Nee, ik wil dit niet doen. Nee. Oh mijn god, nee. Oh, adventure. Oh, mijn adventure gaat ontvouwen. Oké, ja, is prima. Ik doe niet aan origami, maar dat maakt niet uit. Ja, people, pokeballs, dat zal natuurlijk uiteraard gaan. Kerel, ik zie er al 5 minuten te neuzelen over helemaal niks. Ik wil beginnen. Mijn god, eindelijk. Lekker saai dit. Nou, let's do this. Chill muziekje. Pokémon's leven naast ons altijd. En dat zal wel allemaal heel leuk. Dat was de comment van professor Rowan, die nu terug is. Van Kanto to Sinnoh. Ja, dat zal allemaal wel. Gegroet. En dat was dan ons programma. Laten wij professor Rowan vragen. Dit programma is naar u gebracht door Jubilife TV op National Geographic. Het zal. Oké, tot de volgende keer. Zelfde tijd, zelfde kanaal, gevalletje. Oké, doei. Oh mijn god, daar heb ik Karel. Karel, wat nu weer? Hey, daar ben jij. Ronald, heb je dat op de tv gezien? Ja, dat heb ik gedaan. Maar hoe kom jij hier binnen? Ik heb ten eerste geen deurbel gehoord. Voor zover ik weet, is er niks binnen. Mijn kat kan geen deuren openmaken. En what the fuck? Jij zegt net, het programma is 5 seconden afgelopen en je staat hier al voor mijn deur. Dus dat betekent dat je van jouw huis helemaal hierin moet zijn gelopen in 5 seconden. Lijkt me logisch. Nou goed, in ieder geval. Professor Rowan is een hele beroemde kerel. Ja, dat boeit me niet. Ja, dat boeit... Ja, oké. Zo, laten wij vragen of hij ons wat Pokémon's wil geven. Ja, dat is goed. Prima. Ja, prima. Ga jij maar alvast. Wat is de kerel? Is dit een nieuwe PC? Ja, dat is mijn nieuwe PC. Maar blijf met je vieze poten vanaf mijn vieze vuile flikker. Weg. Gewoon weg. Moet je even voorstellen, hè? Kom je vriend zo binnen. En die zegt, hey, heb je dat op tv gezien? Ik zei, ja, dat heb ik gezien. En in één keer gaat hij naar een nieuwe Xbox. Mijn nieuwe Xbox. Edgy. Lekker maar. Nieuw Xboxje. En dan heb je zoiets van, ja, kerel, wat de fuck is mis met jou? Mijn god. Nou, kerel, wat moet je hier nou dan? God, die kerel is echt helemaal de weg kwijt. Ga weg. 10 miljoen. Oh mijn god, die kerel heeft echt helemaal op een rijtje. Nou ja, ik ga nog even kijken wat die kerel uitspookt. Mijn god. Ik was echt helemaal zuivere koffie. Oh god, er was fakes beneden. Wat nu weer, moeder? Ik haat jou, ga weg. Ja, Karel is weg. Ja, dat boeit me niet. Karel die moest naar de wc. Moest heel nodig. Ja, tuurlijk. Uiteraard, kom op. Huppakee. Doei, ik ga op een Pokémon reis. Ik haat jou, doei. Ik wil je nooit meer zien. Oh ja, Ronald. Ga niet in dat hoge gras. Want misschien vallen wilde Pokémon je wel aan en vreet je op. Ja, dat is dan allemaal wel heel leuk en aardig. Maar jij zal er vast niet rouwig op zijn. Maar dan ben je tenminste van mij af. En ik ben dan van jou af. Dus iedereen blij. En die Pokémon ook. Oké, ja. Doei, sweetie. Ja, doei. Mam. Ja, het zal. Doei. Oh mijn god, wat is dit nou wel aan hier? Stadje van 4 huizen. Yeah, right, doet wel. Op zoek naar Casino Bro. Of naar Casino Bro. Oeps, stiffel dus David Games gekeken. Nee, op zoek naar Karel. Even kijken. Karel is vast deze kant op, ik weet niet. Oh mijn god, het nou weer.
Even zo'n aap. Nou, wat is er? Hé, hey, Ronald. Karel zoekt naar jou. Ja, dus. Ik denk dat hij thuis is. Waarom ga je niet naar hem toe? Wel, waarom moet ik naar hem toe dan? Ik kan toch gewoon een Pokémon race gaan beginnen? Wel, even kijken. Ine, mine, mutte, tiepolt, grutte. Oh mijn god, ik heb mijn eigen huis ook meegeteld. Kut. Even kijken. Karel is vast super arm, dus hij woont... Denk ik hier. Ik weet het niet. Laten we hier maar eens gewoon gaan kijken. Het is echt zo'n tijd geleden dat ik dit heb gespeeld. Mijn god. Wat is dit nou dan? Dit is niet Karel. Hallo, meneer. Meneer. Jij bent vaak met Karel aan het spelen. Jullie zijn echt close. Ja, oké. Okay. Doei, meneer. Ik wil niks met jou te maken hebben. Je hebt het niet Karel. Even kijken. Goed. Waar is Karel dan? Wel, dit huis kan gewoon niet van Karel zijn, want dat is gewoon te villa-achtig. Even kijken. Dit is vast de oom van Karel. Hallo, Karels oom. Technologie heeft me gewoon omver geblazen. Ik bedoel, nu kunnen we spelen in de wereld wireless. Ja, sure, dude. Nou, hallo, wie is hier dan? Oh mijn god, een oude oma. Ik begin er niet aan. Doei. Vieze oude pedofiele oma's ook altijd. Mijn god. Nou, dan is dit het enige huis. Wacht, ik wil ook goed de brieven beschikken. Karel's house. Oké, wel. Kennelijk toch... woont hier. Wel, dat is best verhaal. Tuut, oh mijn god, wat nou? Uitroepteken. Karel, wat is dit? Oh, hi Ronald. Hey, ik ga naar professor Rowan. Jij moet ook komen. En snel een beetje, nu. I command it. Ja, Karel, dat is allemaal wel leuk en aardig. Maar ik heb een onlangs gebroken been gehad. En ik kan niet zo snel lopen. Oh, jezus, ben iets vergeten. Ja, dan had je dat eerder aan moeten denken, mongol. Ik ga weg, doei. Nee, ik ga wel even naar hem toe. Even kijken, kijken hoe het met hem is. Hier hebben we nog zo'n fix. Even kijken. Kunt u me misschien uitleggen waarom Karel zo gehandicapt is? Misschien zit er een draadje bij hem los of zo. Ja, look up voor Karel. Ben ik. Ja, oké. Okay, ja, is. Ja, gehandicapt. Ja, oké. Okay, ja. Karel. Ja, oké. Okay, ja, is dood. Ja, lelijk. Oké. Okay, yo. Ja. Snap het. Doei. Oké. Okay. Wel, dat is dus inderdaad wat. Los bij Karel, dat heeft mijn moeder, of zijn moeder net bevestigd. Ik ga beter dit meenemen, dat meenemen, en dit kan ook wel mee. AG, nieuwe computer, jongen! Nee, wacht even. Oh, hey Ronald! Het zal allemaal wel, de 10 miljoen, bla bla bla, gaat op weg, man, imbecile. Ik wil niks met jou te maken hebben. Waarom moet hij nou zojuist mijn vriend zijn? Ik heb altijd de gehandicapte mensjes van de wereld mee gehad. Kan ik niet gewoon eens een keer een awesome iemand krijgen in de game? Waarom moet ik altijd van die gehandicapte rot... baby's heb ik er helemaal gek van. Even kijken. Route 201. Oh mijn god. Ja, hi. Wat nu? Te langzaam. Ja, I don't care. Ik heb een gebroken been. Wist je toch? Imbecil. Oké, dan. Laten wij naar professor Romans lab gaan. Ja, leuk en aardig. We mogen niet het hoog gras. Dat weet je, hè? Nee, we mogen niet het hoog gras. Geen probleem. Het maakt geen zak uit. Want we hebben geen Pokémon. Ja, het zal. Doei, G. Ja, doei. Ik wil niks meer. Die kerel. Oh, gewoon. Moet je kijken wat er veel gekletst is. Doei, Karel. Bla 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 bla. Oké, god, wat krijgen we nou? Ja, daar is een heel leuk knopje voor. De tapknop. Dan spoel je alles heel snel door. Dus dat kan erg van pas komen. Jullie twee. Jullie zien eruit alsof je geen Pokémon bij je hebt. Hoe weet je dat? Hoe weet je dat? Wat is dan de doel van om in het gras te gaan? Wel, het lijkt eerder op fucking sla of Aldevia. Gras, dat is toch geen gras, man? Karel, puntje. Professor Roland, puntje. Oké. Hey Ronald, deze oude lul hier zo. Wat is dat? Dat is professor Roland, jongen. Gee, wat doe jij nou, jongen? Je beledigt de professor Roland. En die kerel die staat vlak naast je. Stel dat je zit in een bushokje, dan heb je zo'n oude zak zitten, zeg maar. En dan zit jij ernaast en je vriend zit weer naast jou. En dan zeg je, hey G, wie is die oude zak hier naast me? Ja, what the fuck, jong? Wat is toch niet goed mis met jou? Wat is er mis met jou, jongen? Karel, dat denk je wel niet, mongool. Nou, ja, wat zal doen? Ja, ik wil gewoon, G, ik wil gewoon mijn Pokémon. En ik wil gewoon gaan beginnen die stomme playthrough. Schiet er toch op, ja. Het boeit me niet, ja. Op de tutorial geneuzel. Ja, ga door, doe maar. Nou. Die kerel, ja, ze pakt me niet. God, stond het je. Oh mijn god, daar hebben we Yo, Don, professor Rowan. U heeft uw briefkofferding bij het leek. Gelaten. Ja, dus, moet me dat. Er zit iets niet goed hier.
Oké. Okay. Ah ja, daar is het. Dawn. Neuswerk. Oké, okay, ja. Dit is bla. Oh, Pokémon. Ik ga ze op een gegeven geven. Oh, maar wat? Wat? Pokémons. Ik wilde ook die Pokémon. Ja, hard to replace. Ja, ja, bla bla. Je bent, jongen, G. Je bent gewoon fucking. Waarom zeg ik steeds G? Nou, weet ik veel. Je bent gewoon fucking jaloers dat je gewoon je eigen Pokémon niet hebt, hè. Mongol. Weet ik je wel niet. Wij staan erop dat beside met Pokéballs. Ja, ja, Pokémon verkrachting. Ja, ja, gaan we door. Yo, yo, yo. Oké, open de briefcase voor je Pokéballs. Oh mijn god, really? Ja, I can't believe I'm so happy. Ronald, you can choose first. Grown-up, bla, bla, bla. Het zal allemaal wel eindelijk. Goed, nou, Pokéballs. Even kijken, goed, wel, hier hebben we dus de Pokémon briefcase. Even kijken, nou, wat hebben we hier allemaal in? Look, there are Pokeballs in this Pokemon. There are a Pokemon in each one. Ja, dat is al leuk, leuk. Choose what Pokemon. We hebben een Turtwig. Oh, even de muiscursor uit beeld. We hebben een Chimchar. En we hebben een Piplup. Dus ja, jongens, weet je wat? Ik ga even douchebag doen. Ik ga de aflevering hier eindigen. En ik ga aan jullie vragen, jongens, welke Pokemon moet ik kiezen? De volgende aflevering zal worden geüpload nadat ik terug ben van de vakantie. Dus jullie hebben ongeveer ruim een week om te beslissen welke Pokémon ik moet. En gewoon als één iemand gewoon reageert van Chimchar. En er vinden nog 10 andere mensen. Doe ook Chimchar. Dan like gewoon even die comment. Want dat is gewoon een stuk handiger. Dan spamt niemand. En dat is gewoon überhaupt een stuk handiger. Dus de Pokémon met de meeste thumbs up. Die kies ik. Ik wil heel graag Chimchar. Want die is eigenlijk gewoon OP. Nee, maar hou even in de gaten jongens. Chimchar is wel het meest OP. En ik vind het wel een leuke Pokémon. Maar ik wil graag even jullie mening. Dus ja, ik hoop dat het Chimchar wordt. Maar ja, als jullie bijvoorbeeld zeggen Turtwig, ja, dan moet ik wel Turtwig kiezen. Ik kan niet anders. Dus ja, jongens, ik ga het hierbij laten voor vandaag. Ik ga jullie vragen, laat even een like achter. En wel, dan zie ik jullie na de vakantie weer terug. Met meer Pokémon Platinum Nuzlocke. Oh ja, by the way, jongens, uitleg voor de Nuzlocke. De link daarvan staat hieronder in de beschrijving. Kun je alles doorlezen. Of zoek gewoon even deel 0 op, daar vertel ik het allemaal. Dus ja, tot volgende keer. Bedankt voor het kijken en ik spreek jullie later. Later, mensen.